Mijn FIFA 17 Super League Career Mode. Vandaag drie grote wedstrijden. Te beginnen met een uitwedstrijd bij Wolfsburg. Wolfsburg op dit moment de koploper in de Championship of de Super League. Wij volgen op maar één puntje, dus het is erg spannend bovenin. Ook Porto doet mee. En daar spelen we onze volgende wedstrijd tegen, een thuiswedstrijd. Dus ja, spannende tijden en belangrijke tijden. Hier ook de tijden van de transfer window. We zien daar Marco Reus lopen naast Mané. Hij is de nieuwe grote aankoop. Ook Stefan de Vrij is binnengekomen van Lazio. 10 miljoen plus Sacco. Maar dat staat er dan niet bij. Er staat alleen 10 miljoen. En Reus kwam dus voor het astronomische bedrag van 60 miljoen kwam hij binnen. En hij moet meteen tegen een Duitse tegenstander. Ook later in deze aflevering. De laatste wedstrijd is tegen uit bij Schalke. Dus dan mag hij meteen tegen zijn oude rivaal gaan optreden, Marco. Dus ook voor hem een spannende beginperiode bij zijn nieuwe club. Meteen hele belangrijke wedstrijden. We zien hier de opstelling van Wolfsburg met in de spits Mario Gomez. Daarachter Draxler. En toch wel een aantal goede namen. We zien daar ook Bruma centraal achterin. En bij mij dus het debuut van de Vrij en Reus. En voor de rest wel de bekende namen. Henderson speelt centraal in plaats van Emre Can. Die wissel ik vaak een beetje af. Het ligt net aan wie in betere vorm is. En hier lijkt Wolfsburg eruit te komen na balverlies van notabene Marco Reus. Het is al de 39e minuut. Er gebeurt niet veel in deze wedstrijd. En oh, daar gaat het bijna fout. Een beetje ongelukkig komt die bal uiteindelijk voor een been van een Wolfsburg speler. En het is daar weer Reus die ik daar zag verdedigen. Hij is in ieder geval druk bezig. Maar nog niet heel erg gelukkig. Henderson verliest hier de bal. En zo kan Wolfsburg hier weer uitkomen. Goeie bal op Brekalo. Komt hij met de voorzet? Nou, dit doet hij best aardig. Daar is de voorzet en de halve redding van Karius. Kan nog Gomez en dan is het 1-0. Het is daar Alberto Moreno, denk ik, die met een pijnlijke schouder op de grond lag. Er wordt niet gestopt en uiteindelijk is het volgens mij Luis Gustavo die de bal binnenknalt. Van Vrij dichtbij. Kijk, de Vrij en Matip in zijn in ieder geval al heel erg op elkaar ingespeeld. Doen aan synchroon verdedigen. Maar het is niet genoeg, want we komen dus op 1-0 inderdaad Luis Gustavo al zijn 7e goal. En dat is voor een verdedigende middenvelder toch best wel daar. De corner was van Reus en bijna valt die bal binnen. Hier verovert Henderson de bal. Henderson, nog altijd. Henderson legt af op Mané. Sturridge. De Vrij. Hij speelt inmiddels linksback omdat Moreno geblesseerd uit moest vallen. Reus. Reus met de uithaal dan. Niet onaardig. De redding van Benaglio. Een uur gespeeld. En we beginnen wat beter in de wedstrijd te komen. Hier het afstandsschot van Reus. Goede redding van die Zwitserse keeper. Corner komt ook van Reus. En daar. Och, het scheelt niks. Het is Matip. Die de bal hier maar net naast kopt. Goede sterke koppel. Maar dus geen goal. Coutinho verovert hier de bal. Het is hem 3 minuten later ongeveer. Dus we zijn zeker aan het aanvallen. Henderson. Terug naar Coutinho. Volgens mij is Reus inmiddels gewisseld. Of loopt hij daar nog? In ieder geval voorzet van Klein. En daar is het Sturridge.
Nadat Origi de bal nou ja, half raakt en half mist, is het Sturridge die niet twijfelt en gewoon uithaalt hier. En zo komen we dus op gelijke hoogte tegen Wolfsburg. Belangrijke goal. We willen hier natuurlijk in ieder geval niet verliezen. En dat betekent dat Wolfsburg meteen 3 punten uitloopt ook. Dan is het gat volgens mij 4 punten. Maar Wolfsburg is nog niet helemaal klaar. Bal half weggewerkt. En kunnen wij dan uit een... Nee, counter zal er niet echt in zitten. Want er staan niet zo heel veel mensen van Wolfsburg voorin. Maar hier toch Mané. Sturridge. De Vrij. Op die linksback positie. Sturridge, Coutinho, Firmino, legt af op Mané. Mané! Oh, wat een kans. Goede redding ook van Benaglio. Maar wat een kans als dit voor Mané. Hard geschoten. Maar de redding is prima. En zo blijft het ook 1-1. Op zich, ja, geen slecht resultaat natuurlijk uit bij de koploper. Dat is zeker niet erg, maar we blijven natuurlijk wel tweede op deze manier. En misschien zelfs derde als Porto wel een overwinning heeft behaald. Gustavo wordt man of the match, hij scoorde natuurlijk ook een goal. En dan gaan we naar de andere grote wedstrijd, een thuiswedstrijd op Anfield dus tegen FC Porto. De uitwedstrijd eindigde in 2-2. Volgens mij toen nog door een hele late goal van Porto in de blessuretijd volgens mij. En toen scoorde Origi 2 keer. Dat was eigenlijk de eerste echte keer dat hij zijn spitsengevoel liet merken. En daar een nieuwe speler, VL Walcott. Uiteindelijk heb ik hem toch maar gekocht. 23 miljoen. Dat is natuurlijk gewoon een, ja, is een koopje in de moderne voetbalwereld. En VL Walcott speelt links half, volgens mij. En dan heb ik Royce in de aanval gezet. Dat gaat dan ten koste van Origi. Die het, nou ja, dus opvallend genoeg de vorige keer tegen Porto heel erg goed deed. Maar ja, er moeten harde beslissingen gemaakt worden in de tijden van belangrijke wedstrijden. En dat gebeurt hier dus. Vandaag hier opstelling van Porto. Zien we natuurlijk Iker Casillas, ook de Poitre in de spits. Volgens mij scoorde hij ook 2 keer toen in die 2-2. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Porto heeft gewoon een sterke ploeg. En daar zagen we Royce dus even. Hector Herrera die daar de bal veroverde. Corona. Heel vroeg in de wedstrijd. Maar misschien dus een uitbraak van FC Porto. Goeie bal. Bal blijft binnen. Pereira. Herrera. En de Poitre. En zo komt Porto al in de 5e minuut op 1-0. Het is een goede aanval. Goede voorzet. Prima kopbal. Er is weinig op aan te merken. Tussen 2 man. Emre Can en volgens mij Matip. Ja. En Karius is al in de 5e minuut dus gepasseerd. Geen goed begin in deze topper. Ook nog een thuiswedstrijd. De Poitre scoort al zijn 14e van het seizoen. Heeft er daarmee volgens mij 2 of 3 meer dan Sturridge. Maar hier is Walcott. Na een half uur spelen scoorde hij zijn eerste goal in dienst van Liverpool. En was de assist ook van Royce? Ja, de assist was van Royce. Legt hem af en Walcott rond dat wel heel erg netjes af. In de verhoek, buitenkant of binnenkantpaal. Geen houden aan. Dus dan komen we dus op 1-1.
Heel erg belangrijk. Theo Walcott dus. Ten eerste goal natuurlijk ook in de competitie. Hij speelde met Arsenal in de Super of in de Premier League. Eerste niveau. Maar nee, Chan, dit is 10 minuutjes later. Daar is weer Walcott die naar binnen komt. Of naar buiten gaat, naar binnen komt en een voorzet geeft. En daar is het Sturridge en zo. Heel Walcott, een fantastisch debuut. Dit is ook weer een geweldige actie, goede voorzet. En Sturridge die het afmaakt bij de tweede paal. De verdediger staat wel aardig te slapen daar. Maar dat maakt mij niet heel veel uit. Wij komen op 2-0 voorsprong in deze topper dus. En Sturridge scoort zijn 13e van het seizoen. En wat gebeurt hier? Ik weet niet precies wat hier gebeurt. Matip krijgt een gele kaart en er volgt een vrije trap. Die gaat genomen worden door Brahimi. Ja, via de muur. En dan is het daar uit de draai. Volgens mij het is Danilo. Die het hier uit de draai probeert, maar de bal gaat over en dat was de laatste kans van de eerste helft. Maar Porto dus nog wel dicht bij de 2-2. Hier Emre Can, inmiddels aardig in de tweede helft. Walcott met een goede opening op Henderson. Walcott speelt echt een fantastische wedstrijd. Goeie bal en mooi hakje en dan is het Emre Can die het afmaakt. Prachtige goal dit. Een hele vloeiende aanval. Henderson met de steekbal. Het hakje van, ik denk Firmino. Of Coutinho, een van de twee. En dan is het Emre Can die de bal netjes langs Casillas schuift. En zo komen we op een toch wel luxe 3-1 voorsprong. Daar is de coach natuurlijk heel erg blij mee. Emre Can scoort zijn derde goal in de competitie. En na een uur spelen staan we dus op 3-1 voorsprong. Hier wordt de bal meteen weer veroverd door Henderson. Bal gaat naar Firmino en weer een goede aanval. En oh, hij mist hem. Wat een kans. Origi inmiddels ingevallen voor, ik denk, Marco Reus. Fantastische aanval dit, maar Origi schuift hem hiernaast. Zo hadden we twee doelpunten kunnen maken binnen 2 minuten. Dat was toch wel knap geweest. Hier wordt vrij makkelijk ingeleverd. En is het meteen gevaarlijk. Aboubakar draait zich vrij van Matip. En goede bal en dan is het 3-2. Is het Danilo. Goeie voorzet hier. En verdediger is de laag. Keeper kan er net niet bij. Hij komt nog wel in de buurt hoor met zijn duik. Maar het is Danilo die van heel erg dichtbij afmaakt. Danilo Pereira. Vrij trap van Walcott. Nou, dat is ook niet onaardig. Walcott heeft de middag van zijn leven, zijn eerste wedstrijd voor Liverpool. En dit is een mooie vrije trap. Redding dus van Casillas. Corner van Walcott. Die is goed op Emre Can. En dan is het 4-2. En staat Walcott dus op 2 assists vandaag. En een goal. En een goede vrije trap. Emre Can, vrije kopbal in de verre hoek. En geen houden aan, dit is de 4-2. En zo lijkt de wedstrijd nu toch wel beslist. In de 83ste minuut. Dus weinig tijd voor Porto nog om twee doelpunten terug te maken. Daar Firmino. Origi draait weg bij zijn man. Maar dan wel wat wild ingeschoten. Zo heeft Origi vandaag toch ook wel de kansen gehad om wat terug te doen. Hij is de man of the match. Theo Walcott bij zijn debuut.
Een doelpunt, de 1-1 maakte die en 2 assists. En daarmee dus heel erg belangrijk. Vallen 2 goals van Emre Can vandaag. Ja, heel opvallend, want hij scoorde tot nu toe 4 keer. En de vorige keer dat hij scoorde, maakte hij er ook 2 in 1 wedstrijd. Dat was toen in de 4-0 gewonnen uitwedstrijd bij CSKA Moskou. En daar, Thiel Walcott scoort een 10. Ongelooflijk. Fantastische wedstrijd voor hem. Ook Emre Can met 2 doelpunten en 9,4. En dan komt het slechte nieuws. Marco Reus heeft een blessure. Is 4 weken uitgeschakeld. Hij heeft pas 2 wedstrijden gespeeld. Nog niet heel erg overtuigend. En dan gaan we naar de laatste wedstrijd. En dat is niet de uitwedstrijd tegen Schalke. Maar er is een wedstrijd in de FA Cup tussen gekomen. Uit bij Napoli. In de FA Cup dus. En nieuwe debutant vandaag, Ricardo Rodriguez. Hij kwam voor volgens mij 20 miljoen plus Alberto Moreno over van Wolfsburg. Dus 2 wedstrijden nadat we tegen Wolfsburg hebben gespeeld. Die zien we dat. 24 jaar. Linksback is ook nog een hele goede vrijtrap en penalty nemen. Dus absoluut een hele nuttige speler. Maar er staat ons wel een zware taak te wachten. Want Napoli is een ploeg uit de Premier League. Een uitwedstrijd in de beker. Dat is niet altijd makkelijk. Volgens mij heeft Napoli wel een paar wisselspelers in de basis staan. Niet helemaal de sterkste opstelling. Maar het zou lastig genoeg worden vandaag. We gaan het zien. Het zou mooi zijn als we deze wedstrijd kunnen winnen. Maar ik zou ook niet heel verbaasd zijn als we deze wedstrijd niet kunnen winnen. Dus de bid voor Rodriguez. Ook Theo Walcott begint weer in de basis. Deze keer als rechtsback. Of rechtsback. Rechtshalf in plaats van linkshalf. Kijk of hij het daar net zo goed doet als... als tegen Porto. We beginnen in ieder geval met een aanval van onze kant. Rodriguez aan de bal. Draait weg bij Callejon. En is dan ook vrij snel. Sturridge. Balletje eroverheen. Terug naar Rodriguez. En oh, Rodriguez is in de 5e minuut al heel erg dichtbij zijn eerste goal. Mooi balletje hier van Sturridge. En in één keer geprobeerd. Prachtig gedaan. En de bal scheert langs de paal. Prachtige actie. En zo beginnen we dus goed. Uit bij Napoli. Hier. Hisai. Of Hisai. Ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt. Alan met een goede paas op Milik. De oud Ajax-ziet. Legt af op Valdifiori. Die legt af. En dan het schot. De redding is van Karius. Geen Mignolet op doel. Ik weet niet precies waarom. Waarschijnlijk ben ik het vergeten. Normaal laat ik Mignolet de wedstrijden in de beker wel spelen. Zodat hij toch wat speeltijd krijgt. Maar deze keer staat Karius er dus. Corner komt van Insigne. En toch een aardig kopbal daar. Van, ja, het zal toch niet missend zijn. Het is David Lopez. Lopez? Lopez. David Lopez. Maar de bal gaat naast. 26e minuut inmiddels. Aanval van achteruit. Met van Napoli. Met hier Goulam. Goulam komt er toch al makkelijk langs allemaal. Daar is Lopez weer. Goulam. Alan. En die komt er ook langs. Alan. Nog altijd. Goulam. Ja. Zo is dit een aardige aanval. Karius denkt ook van ja, dat gaat wel erg makkelijk. En dan hier dus het schot van Goulam. Die wordt wel gered door onze keeper. Maar er volgt wel weer een corner voor voor Napoli, niet voor Liverpool. Genomen door Insigne. En kopbal. En dan krijgen we de bal niet weg. En dan komt
Napoli op 1-0. Het is José Callejón. Hier krijgen we hem niet weg. Want het is... ik weet niet precies wie het was, maar hij schiet de bal tegen Klein op. Waardoor de bal eigenlijk weer terugkomt. En dan is het Callejón die heel erg scherp is en dat meteen afstraft. En zo komen we dus op 1-0. We gaan meteen ultra-attacking. Natuurlijk in de tweede helft. Het is een bekerwedstrijd. Dus ja, we moeten er alles aan doen om deze gewoon te winnen. Hier Coulam weer. Valt die Fiori. Lopez, goede paas. En dan is het Insigne die afmaakt. En zo staan we vlak na rust op 2-0 achterstand. Op Zandland ook AZ scoorde in de 48e minuut. Dus meteen vanaf de aftrap in de vorige FA Cup wedstrijd. Maar ja, weer een goede aanval gewoon van Napoli. En Insigne is degene die het afmaakt. Schiet de bal voorbij. Karius. En zo staat het 2-0. Valdifiori. Callejón. En Milik, goede paas als dat. En Milik doet dit heel erg netjes. Maakt er 3-0 van. En zo lijkt dit toch wel een afstraffing te gaan worden. Ja, het is gewoon mooi afgemaakt door Milik. En hopelijk blijft het hierbij. Of kunnen we nog wat terug doen? Ik denk niet dat een overwinning er nog in zit. Ik denk dat we er mee moeten leven dat we niet doorgaan in de FA Cup. Napoli is gewoon veel beter in deze wedstrijd. In ieder geval ook veel dodelijker voor de goal. In 35 minuten voor tijd staan we dus 3-0 achter. Hier Coutinho. Misschien toch nog een eerder treffer. Daar, nou, Firmino. Binnenkant van de paal. En dan pikt de keeper hem op. Geen doelpunt. En dat is dan gewoon pech. En kijk eens wat een ruimte hier voor Milik. Aanname was niet geweldig, maar hij houdt hem toch binnen. Milik, goede paas ook op Hamšík. Oh, Hamšík wint dat duel. En zo worden we compleet overlopen bij vlagen door Napoli. Dit is een voorbeeld. Ja, Emre Can wordt gewoon als een kind opzij gezet. En zo komen we daar nog goed weg. Hier Insigne, het is de 76e minuut inmiddels. Emre Can verovert de bal, maar is hem ook meteen weer kwijt. Speelt echt een ongelukkige wedstrijd. Voorzet. Dan nog wel een knappe redding van Karius, maar de rebound zit erin. En zo komen we op 4-0 achterstand. En begint dit wel heel erg pijnlijk te worden. Jorginho met de goal. 4-0, dat zijn toch wel duidelijke cijfers. De voorzet, natuurlijk alle ruimte van de wereld, recht op Karius gekopt. En dan is daar de rebound voor de Braziliaan. En is het 4-0. Ja, het klinkt een beetje ongeloofwaardig. Vorige wedstrijd wonnen we nog met 4-2 van FC Porto. Maar we staan nu dus 4-0 achter tegen Napoli. En het is nog niet voorbij. Koulibaly, Insigne, Coulam. Komt er nog een aanval van Napoli met nog 10 minuten te gaan. Goeie bal is dat van, ik weet niet precies. Insigne is er langs de keeper die uit was gekomen. Rond het dan ook wel heel erg keurig af. En zo is de vernedering eigenlijk toch wel compleet. Het is 5-0. Karius komt uit, maar geweldige controle van Insigne. En dan schiet hij de bal snoeihard binnen. Zijn tweede goal van vandaag. Zijn tweede goal in de FA Cup. En ja, volledig kansloos in deze wedstrijd. Gewoon
Natuurlijk wel. We hadden twee echt grote kansen. Dat schot van Rodriguez al in de vijfde minuut. En de kopbal van Firmino op de paal. En hier is Firmino er weer langs. En nou, dat is ook wel een kans. Zo hebben we toch wel een kans om in ieder geval doelpunt te maken. Maar ja, 5-0. Oeh, er zit nog een voetje tussen. Het blijft ook 5-0. Het is een vernedering van je welste uit bij Napoli. En we liggen dus uit de FA Cup, dat lijkt me wel duidelijk. Even kijken. Ja, dit zegt genoeg. Napoli veel beter vandaag. Veel, veel beter. Emre Can had een hele zwakke wedstrijd, maar hij was niet de enige. Krijgt toch nog steeds een 6,5. De ratings zijn altijd wel vrij aardig in vrij coulant in FIFA 17. En dan komt er toch nog wel wat goed nieuws om deze... Oh, en wat slecht nieuws om deze aflevering af te sluiten. Namelijk de komst van Aymeric Laporte. Nog een centrale verdediger. En je zag daar ook dat Coutinho 7 maanden geblesseerd is. Hij heeft dus al eerder dit seizoen een blessure gehad van ongeveer 2 maanden. We zien hier wat zaken. Lovren voor 35 miljoen vertrokken naar Barcelona. We zagen ook dat Lallana is vertrokken. Danny Ings is vertrokken. Laporte dus binnengekomen. En ook op de laatste dag volgens mij van de deadline heb ik Jansen binnengehaald van Tottenham. Aguero is de duurste transfer van deze periode. 96 miljoen gaat hij naar Real Madrid. We zien andere grote namen als Benzema bijvoorbeeld. Icardi. Hier dus een paar van mijn spelers. Ruffier is naar Napoli. Vincent Janssen voor 27 miljoen. Angel Correa naar Spurs. Zuma naar Barcelona. En ja, een paar grote transfers. En hier zien we de stand. Barcelona leidt dus in de Premier League. Niet zo heel verrassend. Liverpool. Ja, wij staan toch wel weer aan de leiding. Hebben natuurlijk knap die wedstrijd gewonnen van Porto. Staan nu 1 puntje voor op zowel Porto als Wolfsburg. Dus ja, er is niet zo heel lang meer te gaan. Nou ja, we zitten natuurlijk nog in de transferwindow. Maar toch minder dan... We zitten al over de helft, laat ik het zo zeggen. We zitten ruim over de helft van het seizoen. Dus zoveel is er niet meer te gaan. Volgende aflevering hebben we een thuiswedstrijd tegen CSKA. Een wedstrijd volgens mij ook thuis tegen Villarreal. En een uitwedstrijd bij Atletico Nacional. Dus niet de moeilijkste wedstrijd. Villarreal is altijd lastig. Maar voor de rest niet de moeilijkste, denk ik. En zoals vrijwel altijd een squad report om mij af te sluiten. En als je dat wil zien, moet je dat even afkijken. Maar in ieder geval, voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.